Nou, welkom iedereen. Heel fijn dat u allemaal bent gekomen vandaag. De opening van deze expositie, over oorlog gesproken. Ik sta hier voor u, omdat ik de eer heb gehad om tientallen leidenaars en oud-leidenaars te mogen ontmoeten en met hen over de oorlog te spreken. Over een oorlog die pakweg 75 jaar geleden woedde en ook in Leiden diepe sporen heeft nagelaten. Het is niet voor niets dat we ieder jaar stilstaan bij de slachtoffers met steeds weer nieuwe verhalen en overal herdenkingsbijeenkomsten. Zo ook vandaag in Leiden. De verhalen, verteld vanuit de persoonlijke ervaring, helpen ons een voorstelling te maken van hoe het is om in oorlog te leven. Dat ontdekte ik tijdens mijn werk in de thuiszorg, toen ik erachter kwam dat de Tweede Wereldoorlog nog meer leeft onder de Leidse bevolking dan ik aanvankelijk dacht. De herinneringen van mensen die de oorlog bewust hebben meegemaakt, boden mij een geheel nieuw perspectief op deze stad, waar ik geboren ben, die zich voor mij steeds meer als een herinneringslandschap begon te ontvouwen. Op elke straathoek liggen immers herinneringen. En er is alleen maar een stem voor nodig om die op een ander over te brengen. Ik ging actief op zoek naar meer ouderen met verhalen en maakte zo een reis door het geheugen van de stad. Ik ging hun verhalen ook in geluid vastleggen, om ze voor de stad te bewaren, maar vooral om de verhalen voor een groter publiek toegankelijk te maken. In mijn zoektocht naar een persoonlijke vertelvorm, waarin de verhalen tot hun essentie zijn teruggebracht, althans in mijn ogen, ben ik tot een interactieve luistercentrale gekomen waar bezoekers zich via Zwartbakkenlied met een verhaal kunnen laten doorverbinden. Ik wil alle mensen bedanken die bereid waren om hun verhalen over de oorlogsjaren met mij en nu nog met veel meer mensen te delen. Slechts een selectie van de honderden verhalen die ik de afgelopen 2 jaar heb verzameld, zijn in deze expositie opgenomen. Wat betekent dat niet alle geïnterviewden helaas vandaag te beluisteren zullen zijn. Hun stemmen zullen wel plaats krijgen in een vervolgproject, waarin nog veel meer verhalen zijn. Het betekent niet dat het ene verhaal interessanter is dan het andere, want alle verhalen vond ik heel indrukwekkend en wilde ik op een eigen manier, waardige manier presenteren. Ten slotte wil ik alle mensen bedanken die betrokken zijn geweest bij het realiseren van deze expositie. De mensen van de Stadsgehoorzaal, van Stichting Erfgoed Leiden Omstreken, de leden van het comité van aanbevelingen, waarvan enkele ook hier aanwezig. Alfons Siebold voor het verzorgen van de teksten. Titus Kretschmar voor de techniek en het ombouwen van de telefoons. Arjen van Heijden, ruimtelijke constructie en het ontwerp daarvan. Marleen van der Zanden voor de totale vormgeving, huisstijl, communicatie, organisatie. Die heeft verschrikkelijk veel werk gedaan. Sam Huisman voor het masteren van de verhalen die ik heb gemonteerd. En Tom van der Heijden voor het verzorgen van de animatie, voor hulp ter plaatse. Ik vergeet veel te veel mensen. Eigenlijk had ik niet moeten beginnen aan het opsommen van deze mensen. Want er hebben zoveel mensen ook belangeloos aan dit project samengewerkt. Zonder hun was het nooit erg gekomen. En natuurlijk de sponsors. En ja, jullie allemaal ontzettend dank voor het komen vandaag. En dan wil ik nog graag even het woord geven aan de burgemeester. Pim, dank u wel. Dames en heren, eigenlijk wel mooi om juist hier te staan. Het is voor mij de eerste keer dat ik hier sta, zo buiten. Dus dat is wel bijzonder. Het onderwerp, dat spreekt mij enorm aan. En waarom spreekt mij dat enorm aan? Allereerst, ja, ik ben zelf historicus. En de oorlog, dat was toch wel een van de eerste dingen waar je, als je jong bent, je op focust. Als je een klein jongetje bent, is dat iets wat verschrikkelijk spannend is. En waar je dus ook alle verhalen van tot je wil nemen. Ja, toen ik jong was, toen speelden wij op een autokerkhof vol met Amerikaanse vrachtwagens en Amerikaanse jeeps. En toen kon je daar nog gewoon in zitten, achter het stuur. Dat was allemaal geen enkel probleem. Dat was heerlijk om dat mee te maken. En het was mooi om van je ouders de verhalen te horen. Het was mooi om van oudere mensen in dezelfde plaats de verhalen te horen. Die vrat je op, dat vond je hartstikke interessant. En op school hoorde je naar wat de onderwijzer vertelde hierover en later begon je daar ook van alles over te lezen. Dus dat vrat je echt helemaal op, dat was fantastisch. En later is mij
dat natuurlijk al die tijd bijgebleven. En ik heb allerlei dingen daarover gelezen. En het was enorm boeiend, vond ik zelf. Maar na verloop van tijd kwam ik er wel achter dat ik wel iets miste. Namelijk, ik las er heel veel over de grote dingen die er gebeurden. De grote ontwikkelingen. En die zijn ook belangrijk om te volgen natuurlijk, want anders snap je het ook niet. Maar wat nou precies de ervaringen van gewone mensen waren, daar kwam je toch niet zo heel snel achter. Dat duurde eventjes voordat je daar de voorbeelden van binnenkreeg. En ik heb later nog wel eens op het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie dagboeken bekeken die er in die tijd waren. Dan komt het eventjes heel dichtbij. Al zijn veel van die dagboeken toch van een karakter dat men de feitelijkheden vertelde die ze die dag hadden meegemaakt. En weinig hoe de mensen zich voelden en hoe het was in relatie met andere mensen. En toch is dat maar een heel klein deeltje van datgene wat er is. En mensen aan het woord laten, dat is eigenlijk een hele mooie manier van kijken naar de geschiedenis. Mensen hebben hun eigen herinnering. En met die eigen herinnering kleur je de kleurplaat van het verleden op een andere manier in dan anders het geval is geweest. En dat vind ik zelf altijd heel erg mooi. Die verhalen die bieden ook bijna altijd dingen die je ergens anders nog niet gehoord had. En dat maakt het ook interessant. En die verhalen die maken met elkaar de geschiedenis levend. En daar ben ik blij om. Deze vorm van geschiedschrijving is eigenlijk nog niet zo heel erg oud. Eigenlijk enkele decennia lang dat we die beoefenen. Oral history. En die proberen we dan te combineren met andere vormen van historische kennis om tot een groter verhaal te komen. En eigenlijk moet dit veel meer gebeuren. Want er zijn nog zoveel vragen die je niet in de archieven vindt. Hoe kwam een jongen aan een meisje zo rond 1920? Weet u dat? Nou, dat was bij de verschillende kringen wel een beetje anders. Maar dat vind je nergens, maar dat vind je wel in de hoofden van de mensen. Want daar zitten wel patronen in hoe dat ging. Maar dat lees je nergens. En zo zijn er wel veel meer dingen. Hoe was eigenlijk het leven op school voor een kind? Hoe ging dat eigenlijk? Hoe zag zo'n dag eruit? En wat deed men dan met elkaar? Daar is heel weinig over bekend. En dat is heel leuk om die verhalen te horen. En daarom hoop ik dat dit, wat natuurlijk voor een deel een kunstwerk is, en voor een deel een project van Oral History, dat ook navolging krijgt. Want er zijn nog zoveel andere thema's die je op dezelfde wijze kunt uitdiepen. Ik hoop dat dat gebeurt, maar voor nu zou ik in ieder geval jou willen bedanken voor al datgene wat je hier hebt ingestopt, want je hebt de stad verrijkt en met jou al degenen die jou geholpen hebben. Dankjewel. Nou, dan is er nu nog gelegenheid voor een glaasje en dan kan iedereen naar binnen. Thank you.